Welkom bij de zomereditie van Alles over Helmond. Het is nu nog een klein beetje regenachtig in de kasteeltuin, maar dat zal vanavond ongetwijfeld gaan veranderen. Duizenden mensen worden weer verwacht voor het concert. Maar we hebben in Alles over Helmond natuurlijk ook nog meer voor u. We gaan koken met Patrick, er zijn evenementen, we gaan vakantiewerk doen, dus het wordt weer lekker vol, lekker divers, dus genieten. Veel plezier! De Helmondse belangengroepering Brouwberg heeft grote moeite met de komst van een grote geitenhouderij op Bakels grondgebied. Daarom heeft zij een bezwaarschrift bij die gemeente ingediend. De geitenhouderij voor 2500 dieren aan het Muizenhol zou op 850 meter van Dierdonk worden gevestigd. Een grote concentratie geiten kan het risico op Q-koorts met zich meebrengen. Volgens Brouwberg geldt voor Q-koorts een gevarencirkel van 5 kilometer rond geitenboerderijen. Sinds de uitbraak van Q-koorts in 2009 werden verreweg de meeste mensen door de infectieziekte getroffen in Helmond. In Mierlohout is dinsdagochtend rond 8:30 een vrouw van haar fiets getrokken. Dat gebeurde op het fietspad aan de Tarbotstraat, ter hoogte van de fietstunnel bij het voetbalveld. Haar belagers probeerden er vandoor te gaan met haar elektrische fiets, maar dat mislukte. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. De stadswacht heeft verschillende vuilniszakken met wietafval aangetroffen op de Veldbeemt bij het industrieterrein. Dit schrijft de weblog van Helmond. De stadswacht gaat op zoek naar de eigenaar, zodat die in ieder geval de boete en opruimkosten kan betalen. Het is niet de eerste keer dat er in Helmond wietafval wordt gedumpt en het zal ook waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Donderdag ging de politie naar een huis aan de Wieken in Helmond-West, omdat daar problemen in de relationele sfeer zouden zijn. Toen de agenten wilden bemiddelen, spuugde de 29-jarige bewoner richting een agenten. Hij werd aangehouden en kon later met een boete van €300 op zak weer naar huis. Safety Masters heeft een miljoenenorder van Defensie gekregen. Het Helmonds bedrijf levert de komende 3 jaar 60.000 gevechtsjassen, 15.000 losse voeringen voor die jassen en 15.000 thermische jassen aan het leger. In totaal is €3,5 miljoen met de order gemoeid. De order is bijna 2 keer de jaaromzet van Safety Masters. Het bedrijf maakt al jaren veiligheidskleding voor bedrijven en er wordt ook vaak uniformen voor de brandweer geproduceerd. Nu komt daar ook Defensie bij. We zijn zeer trots dat we die opdracht gekregen hebben van Defensie. 60.000 gevechtsparka's, de voering daarvoor, we hebben de 15.000 thermojassen. Ja, dit is voor ons, als Safety Masters, een heel erg leuke opdracht om te krijgen. Daar zijn we wel behoorlijke tijd mee bezig geweest. We zitten al 3 jaar lang bij Defensie te kijken naar de juiste contactpersonen, bij de juiste mensen op de radar te zitten. En dan komt zo'n Europese aanbesteding, waar we dus nu aan mee hebben gedaan. En dat vergt dan gewoon voor ons team veel tijd en energie om de juiste aanbieding te maken. We gaan dus nu een 60.000 jassen maken. Daar hebben we ongeveer van nodig een 150.000 meter fabrics, stoffen. Dat is ongeveer 150 kilometer, dus het is een behoorlijke klus voor ons. De grootste gedeelte wordt dan ook geproduceerd in Oost-Europa. We maken wel veel gebruik van Nederlandse bedrijven die de fabrics leveren. Dat toch wel een behoorlijke steentje bijdraagt aan de Nederlandse economie. Het is wel van belang dat je, gezien de tijd dat we daar eigenlijk mee bezig zijn geweest, 3 jaar lang, is het wel een slagroom op de taart. Vaak zie je dat toch wel Nederlandse bedrijven het moeilijk hebben, vooral Nederlandse MKD-bedrijven het moeilijk hebben om binnen het defensieverhaal zijn grote aanbesteding te winnen. Vaak zijn het grote buitenlandse bedrijven die eigenlijk altijd de grote opdrachten binnenslepen en het MKB in Nederland eigenlijk het nakijken heeft. Misschien heeft u een laag inkomen of u komt moeilijk rond. Dan is deelname aan het geldplan Beter Rondkomen van Startpunt Geldzaken wellicht iets voor u. Het Startpunt Geldzaken helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden. Zo geeft het geldplan Beter Rondkomen tips om te besparen en om extra inkomsten te verkrijgen. U kunt gratis gebruik maken van het startpunt en uw deelname is anoniem.
Meer informatie vindt u op www.helmond.start.geldzaken.nl. Er zijn ernstige gevallen van waterverontreiniging in Helmond. In de vijver aan het Piet van Bokhovenpad in Helmond-Oost is botulisme geconstateerd na de vondst van dode vogels. Mensen en huisdieren kunnen daar beter uit de buurt blijven. De gemeente Helmond heeft bij de vijver waarschuwingsborden geplaatst en waterschap A en Maas houdt de situatie in de gaten. Verder, in de Hortensia-vijver is blauwalg aangetroffen. Ook daar worden mensen en huisdieren gewaarschuwd. De eigenaar van restaurant De Steenhoven in Helmond, Paul van Tiel, gaat aangifte doen bij de politie van het feit dat een man en vrouw zaterdag zonder te betalen van hun maaltijd zijn vertrokken. Toen een serveerster het kenteken van de auto wilde noteren, reed de man op haar in. Zij kon nog net op tijd wegspringen. Via social media heeft Van Tiel geprobeerd het tweetal te bewegen alsnog te betalen, maar dat gebeurde niet. En inmiddels is er zoveel informatie over de twee bekend dat een aangifte waarschijnlijk wel zal leiden tot een aanhouding. Met de serveerster gaat het overigens goed. Buren die aan de achterkant wonen in de Erasmuslaan in Helmond-Noord zagen rook achter een schuur uitkomen en dachten in eerste instantie dat het barbecue was. Doch enkele minuten later werd de rookpluim wel heel erg groot en ging men polshoog te nemen. Het schuurtje bleek in brand te staan. Dit gebeurde op zondag 7 augustus rond 1:15. De bewoonster was niet thuis en er is direct de brandweer gebeld die snel te plaatsen was. De buurvrouw was al met een tuinslang op het dak van het schuurtje aan het spuiten, want haar schuur en dat van de buurvrouw staat in haar tuin. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij nader onderzoek bleek dat het vuur was ontstaan door onkruid te verdelgen met een brander. Via de spouw was het vuur in de schuur terechtgekomen en had daar vlam gevat. Veranderen in het afvalbeleid. Wat precies? Het klopt inderdaad dat we als gemeente Helmond ons afvalbeleid gaan aanpassen. We hebben dat een aantal maanden geleden al aangekondigd. Toen zijn we gesprekken gaan voeren eigenlijk met alle betrokkenen in de stad, verenigingen, bedrijven, de raadscommissie, over hoe we dat het best konden gaan doen. En uiteindelijk hebben we dus afgelopen week een besluit genomen als college over wat we precies gaan veranderen. En de grootste verandering die iedereen gaat merken is dat iedereen een papiercontainer gaat krijgen thuis. En dan hebben we natuurlijk ook nog de plastic zakken. Ja, dat is natuurlijk, we zijn ook sinds een paar maanden, we doen natuurlijk plastic afval al veel langer gescheiden in samen een aantal jaar. Sinds een paar maanden mogen daar ook drankkartons en blik mag erbij. En je ziet nu daardoor wel dat eigenlijk de omvang van die plastic zakken steeds groter wordt, steeds meer gaat in die plastic zakken. En steeds minder gaat in je de grijze container met restafval. Dat is natuurlijk hartstikke positief, omdat nou, hoe meer je kan recyclen, hoe beter. Maar wat dat wel ingewikkeld maakt, is dat je nu met steeds meer plastic zakken zit. Met drankkartons en met plastic. En steeds minder hebt in je grijze container. Dus we gaan ook waarschijnlijk komend jaar een actie doen dat mensen een kleinere grijze container mogen hebben als je nu een grotere hebt. Dat betekent ook dat je minder hoeft te betalen, zodat we ook dat goede bedrag kunnen belonen. Dus mensen die meer scheiden, die minder in hun grijze container hebben, kunnen dadelijk toe met een kleinere grijze container en hoeven daardoor ook minder te gaan betalen.
Dus ook een bezuiniging voor de inwoner van Helmond. Ja, bezuiniging klinkt zo negatief, want dat is als de overheid gaat bezuinigen, dan ga je ergens, bijvoorbeeld een instelling of zo, minder geld geven van een club. En dan heeft iedereen daar boos over. Maar dit is dus heel erg positief, want dat betekent inderdaad dat jij zelf minder geld kwijt gaat zijn als je besluit om je container om te ruilen voor je huishoudelijk afval. En wat ik heel positief vind over die papiercontainer, is dat dat niemand iets gaat kosten. Want dat was ook toen we die plannen lanceerden, dat veel mensen zich daar druk over maakten. Van, gaan wij nou dadelijk meer afvalstoffenheffing betalen? Nee, dat is niet zo. Dat gaat ons uiteindelijk geld opleveren. Dus de verwachting is dat zelfs de afvalstoffenheffing door dit besluit, als het allemaal goed gaat werken, en daar gaan we natuurlijk vanuit, dat die de komende jaren naar beneden kan. En dat is dus eigenlijk weer, als je het wil noemen, een bezuiniging of in ieder geval een voordeel voor onze inwoners. Klinkt allemaal heel positief, maar dan hebben we er weer een bak bij. Als mensen wat klein behuisd zijn, het wordt wel vol in de tuin. Het wordt inderdaad voller en dat is natuurlijk voor ons als college ook wel een moeilijk punt geweest. Van, je wil aan de ene kant natuurlijk dat onze inwoners zoveel mogelijk afval scheiden, maar het moet ook geen hinder worden of je moet er ook geen last van hebben. Wat het voordeel wel is van deze container is dat die niet stinkt. Want er zit natuurlijk papier in. Dus je zou bijvoorbeeld als je een garage hebt of zo, zou je hem daar ook makkelijk binnen neer kunnen zetten. Ja, maar die heeft niet iedereen. Het zijn wel 3 containers en de plastic zakken. Het is wel veel wat je kwijt moet. Het wordt inderdaad meer wat je kwijt moet. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk nu ook je oud papier op een bepaalde plek staan. Nou ja, daar zou je mogelijk die container neer kunnen zetten. Maar het is inderdaad zo dat je weer een extra container hebt. En wat je merkt, en dat blijkt ook uit onderzoek, is dat in het begin iedereen er even aan moet wennen. Maar als het dan eenmaal er is, dat iedereen denkt van, het is wel handig. Dus het is een kwestie van gewenning. En misschien goed om aan te geven, we gaan ook maatwerk toepassen. Dus als jij bijvoorbeeld in een appartementencomplex woont, waar je gewoon geen ruimte hebt, of op een andere manier dat je echt geen ruimte hebt voor een eigen container, dan krijg je mogelijk een container in de straat op een bepaalde manier, of in je gebouw, zodat je wel mee kan doen aan het scheiden van papier en het echt beter inzamelen van papier, maar dat je niet zelf met een container zit. En dat is iets wat uit de gesprekken is gekomen, mensen krijgen ook de mogelijkheid om een container te weigeren. Als ze zeggen, ik wil het echt niet en ik woon bijvoorbeeld in Stiphout en ik ben al jarenlang gewend om het naar de fanfare te brengen, dan kun je ook zeggen, ik hoef geen container en ik blijf het gewoon iedere week of iedere 2 weken naar de fanfare brengen. Dus daarmee, we gaan niemand dwingen om een container te krijgen. Maar mocht je hem niet willen, dan moet je wel, en dat gaat dan in het najaar bekendgemaakt worden. Want in principe op 1 januari moet iedereen hebben, dus we gaan het najaar met iedereen over communiceren. Zou je via een site kunnen aangeven als je hem niet zou willen? Of, want het is de andere kant, als je zegt ik wil een grotere container of ik wil er 2, allemaal voor dezelfde kosten, dat kan ook. Dus daar gaan we in het najaar de communicatie met onze inwoners over oppakken. Nou gaan wij dat papier inzamelen, we zamelen het plastic in, maar kunnen we ook niet bezuinigen door te zeggen op de verpakkingskosten? Ja. Want de verpakkingen zijn ontzettend groot vaak, dat moeten we ook allemaal betalen, maken en weer weggooien. Ja. Kunnen we daar niks aan doen? Dan heb je ook al die bakken niet nodig. Nee, dat klopt. Heel eerlijk, als je ziet hoe sommige dingen ingepakt zijn, als je iets heel kleins hebt met een heel grote verpakking eromheen, dan vraag ik mezelf ook af van, ja jongens, kan dat niet anders? Het is alleen voor ons als gemeente heel moeilijk om er iets aan te doen. Omdat daar toch de landelijke overheid regelgeving over moet maken en dat moet handhaven. Wat voor kleur heeft hij? Dan kunnen de mensen dat vast rekening houden met de plantjes in de tuin. Ja, hij wordt grijs, zoals eigenlijk de container voor restafval ook. Alleen hij krijgt een blauwe deksel. Maar het heet dus een mini-container, maar dat is eigenlijk toch al een best grote container. Eigenlijk net zo groot als de kleine grijze bak en precies. De kleine groene bak. Ja, precies hetzelfde. Nou, vanavond is er Italiaanse avond, geloof ik. Ja, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. U komt speciaal voor de muziek? Ja, zeker voor de muziek en voor de gezelligheid. Met z'n allen. En wat is dan uw favoriete, wat is uw favoriete muziekstijl? Ja, eigenlijk wel van alles. Eigenlijk wel van alles, maar als u moest kiezen? Als ik dan maar, ja, gewoon een beetje de oude, de jaren 80 muziek vind ik dan wel leuk. Ja, want wanneer bent u zelf geboren? Moet jij zeggen? Ja, tuurlijk. Anders vraag ik het niet. 63, hè? Wat is nou jouw favoriete muziekstijl? Heb ik niet echt. Ja, tuurlijk wel. Nee, eigenlijk gewoon wat de huidige top 40 is goed genoeg voor mij. Ik ben echt ontzettend fan van André Hazes. En jij? Nee.
Waar hou jij van? Nergens van. Hou jij nergens van? Jawel. Top 40. Top 40? Ja. En heb je een favoriet nummer? Nee. Nee? Nee. Ah, Toekapel en de pizza. Wat blief? Toekapel en de pizza. Een bekende Nederlander? Ja, ik kom uit Brabant. Oh ja, bekende Brabander. Ja, zeker, zeker. Maar je komt ook uit Nederland? Ik kom ook uit Nederland, ja. Ik ben een echte Lierhopse. Jij bent een echte Lierhopse. En waarom ben je hier dan? Ja, maar ik woon in Helmond, hè. Oh, je woont in Helmond? Ja. En wat vind je van de muziek? Ja, de muziek is hier bar slecht. Maar het enige reden waarom dat wij hier zijn, is gewoon even een biertje te pakken en ja. Dat is het. Daar houdt het mee op. Maar ja, een biertje kun je ook in de stad pakken en toch ben je hier naartoe gekomen. Socializen. De echte Helmondse mannen, de Helmondse jongens. Wat vind jij van de muziek hier? Ik vind de muziek hier, ja, het is niet mijn smaak, moet ik zeggen. Wat is jouw smaak wel dan? Ja, doe mij maar een troepertje in een briezer. Ja, hoe moet ik het noemen? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik ook niet. Ja, dat is juist het probleem juist. Hoe klinkt het? Kut. Gewoon kut. Oh, is gewoon kut. Ja. Gewoon kut. Wat is jouw favoriete muziek? Top 40. Top 40. En je favoriete nummer? Oeh, die is wel lastig. Dat weet ik zo niet. Dat weet je zo niet. Maar je bent hier vanavond niet, dus niet speciaal voor de band, of dat wel? Ja, natuurlijk wel. Welke band is er dan? Even lezen, hè. Bianculli Band. Ja, dat is jouw favoriete band, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat voor muziek maken zij? Italiaans. Oh, dat weet je dan wel? Ja. Dat heb ik gelezen. Ik weet eigenlijk niet. Nee, als ik eerlijk ben, ik weet het gewoon niet. Dat is best wel mooi, toch? Ja, ja. Het is iedereen zijn smaak natuurlijk, ja. Ja. Maar dat vind ik, nee. Nee, kijk, als je dat gewend bent, dan is dit niks meer natuurlijk. Nee, ik bedoel, ik ben ook niet van de olijven. Nee. Nee, het is een kapot geslagen druif. Daar maakt er mij niet blij mee, moet ik zeggen. Wie van jullie kan nou het beste dansen? Nee. Dan wijzen twee mensen naar jou toe. Wat is nou jouw beste dansmove? Oh, dat weet ik niet. Dat weet je niet, dat weten jullie wel toch? Nee, van haar? Ja, dat weet jij wel. Nee. Ja, ze doet eigenlijk van alles, hè? Ja. En wat doet ze onder andere? Ja, ze zit op dansles, dus ja. Oh, je zit op dansles? Dus ze kan best wel wat doen, hoor. Kom, dan gaan we even opzij stappen, dan gaat ze dansen. Go low, go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them with a polo. Now I'm with the man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it go. Is dit nou uw favoriete dansmove? Nee, deze niet. Wat is dan wel uw favoriete dansmove? Rock and roll. Rock and roll. Switch eens naar rock and roll dan. Rock and roll. Nee, u. Rock and roll, rock and roll. Ja, maar dat moet met een partner. Dat kan niet. Ja, nou, maar dan ben je mee aan socializen. Beetje, ja. Lukt dat een beetje? Redelijk. Redelijk. Met Helmond is het moeilijk socializen, hè? Hoe komt dat dan? Kom je uit Helmond? Ik kom uit Helmond. Dat moet je het weten. Ja, ik weet het niet. Ik ben hier opgegroeid en zo, dus dat scheelt misschien. Nee, ik niet. Ik moet nu een beetje wennen. Je verstaat ze niet. Redelijk. Goed dat wel. Maar toch is het lastig. Dus rond de jaren 80, dat spreekt u wel aan. Ja, dat is mijn muziek. En wat een irritante mevrouw, of niet? Mijn buurvrouw. En draaien ze die muziek uit de jaren 80 hier een beetje? Nee, maar ja, ik hou eigenlijk wel van alle muziek. Of het nou Hollands is of Italiaans, of maakt niet uit. Gewoon pure gezelligheid, dat zie je hier wel, hè? Ik zie heel veel eten en gezelligheid inderdaad. Ja, gewoon gezelligheid. Ja. En is dit de eerste avond? Nee, wij zijn er elke avond bij. Iedere avond. En mist u nou iets bij de Kasteeltuin concerten qua muziek? Nee, eigenlijk niet. Nee, in feite horen wij niet echt veel van de muziek. Wij zijn meer aan het buurten en aan het drinken en echt voor de gezelligheid. En wat is dan je beste dansmove? Ja, daar gaan we niet op in. Wat? Nou ja, hey, doe je het beste dansmove? Heel klein, heel klein. Nou, dit is niks. Dit is niks. Dit is niks. Maarten! Ja. Heren. Goedemiddag. Hier zijn we weer. Ja, zeker. We gaan weer vakantie werken en dit keer zijn wij te gast bij de dierenopvang. Ofwel de dierenambulance, dierenasiel van Helmond. En dan mogen jullie poep gaan scheppen. Vakantie, man? Leuk. Gezellig, hè? Nou, succes even, jongens. Ja. Ja. Kopje aan.
sluit hem zo van kant, jongen. Ik uit, kijk uit als ze niet weglopen. Jezus. Ja, maar kunnen de, als krijgen we dan allemaal eten. Hier op de vensterbank doen, dat ze ja, niet als jij, die kat, als jij die kat even bij me weghoudt. Ja, kom terug. Goed, maar doe maar terug. Hè. Doet oma Ricardo even jouw brokjes maken. Hè. Dan krijgen jullie gewoon even brokjes. Hè. Dadelijk. Hallo, hey. Hallo, kom eens hier hey, terug. Kat. Hey. Ja, laat die hier maar staan. Je mocht ze dan neerzetten, nee, toch? Ik hou die schaaltje wel gewoon vast. Dat kennen ze er ook niet bij. Ja, maar die moeten toch eten? Je moet hem nou eens neerzetten. Schepjes. Heb ik gedaan. Geef die maar aan die kat. Hier, kijk eens, kat. Ja. Maken dat we hier wegkomen. Ja. Smakelijk, dames. Het is ook veel en veel te warm. Ja, dat lijkt me net van die pauwvakers. Ik ben bang, ik ben heel bang dat Bono moet poepen. Ja. Maar hij heeft net gegeten, dus de kans is groot. Zal ik dat gewoon laten liggen? Nee. Ja, ik ga toch niet, niet in een drol staan te pakken? Laten liggen. Maar ik vind Bonen leuker dan die katten van net. Ja, die stinken jongen, die beesten. Jongen. Ze was net jouw slaapkamer. Jongen. Kom Bonen, lopen. Niet poepen. Nee, ja. Nee, nee. Hij moet, hè? Ja, hij moet. Jongen, hij moet. Dan moet hij niet roepen dat hij niet... Een kopje? Ja. Kom maar. Oh ja, je poef. Wil jij dat doen? Nee. Moet ik zeker wel doen? Ja. Dacht ik al. Jongens, ik vind het echt... Met alle respect naar al die vrijwilligers en die mensen. Aan de kant. Dit, ik weet dat ik ga dit nooit voor een beroep doen. Pak jij die bak? Ik betaal het niet. Ja. Jij denkt alleen maar aan geld, nee, jongen. Nee. Omdat het niet betaald doet hij het niet. Okay, nee, wacht. Maar dat is toch vies. Ik snap niet dat mensen er hard voor hebben. En ik vind het fantastisch dat die mensen er zijn. Oké, okay, daar komt hij. Maar dat is vies. Wat moet dat hier in die bak? Wacht even, dit is een rollen. Dit is een rol. Ricardo, nee. Oh, in een klootzak. Oh, maat, ik kwam. Oh, ja, dan ruik ik hem pas. Ja. Moest je ruiken? Nee. Kan je er echt niet tegen? Nee, dat vind ik echt vies. Ik vind het ook echt totaal geen leuk werk. Wat is dit vies? Hoi, die moet ook schoon. Ik moet, nee. Daar zit gewoon ik sta gewoon te koken. De stront staat erin vastgekookt, die mag jij doen. Kijk, dan komt het mietje los. Dan wordt het vol diarree, snapte. En dan moet je poetsen. En dan voelde dat eigenlijk lekker zo glibberen. Hou op jongen, echt, ik zweer het. Kijk. Oh, ik kan dadelijk allemaal gaan wassen. Ik ben wat dat betreft wel echt een... Een mietje. Ja. Ja, ik ben blij dat ik het zelf zeg. Nee, maar dat is gewoon... Ik vind... Maar daar loop ik ook niet voor weg. Maar dat is... Waardoor ik des te meer respect heb voor de mensen die dat wel gewoon doen. Vrijwillig. Vooral het woord vrijwillig is vies in jouw oren. Nee, dat is niet vies. Nee, want ik doe ook heel veel dingen vrijwillig hoor. Oh ja? Ja. Noem eens op. Het kisteren van Sinterklaas. Ik heb heel lang Grabbe Jeugdland gedaan. Grabbe Jeugdland, ja, als deelnemer. Nee. Wat denk je dat ze jou daarvoor betalen omdat je daar in de klimrek mag klimmen? Nee, gewoon als vrijwilliger daar mee geholpen. Oh. Jazeker. Nou, heren, hoe hebben jullie het gehad? Laat ik vooropstellen dat ik, en dan meen ik serieus en dan niet lopen klooien, dat ik heel veel respect heb voor alle mensen die hier werken. En jongen, dat is niet zwaar hè. Voor alle mensen die hier werkzaam zijn, want ik zou het echt niet kunnen, dat meen ik serieus. Ja, ik heb er ook respect voor, maar het was echt respect. Het is niet mijn ding. Nee.
Vooral, vooral het identificeren was nou niet echt... het stroomschappen vond ik nog niet zo erg, maar het identificeren was nou niet... Nou, ik vond dat jullie dit keer goed jullie best gedaan hebben. Eindelijk. Dankjewel. Eindelijk een keer een taak goed volbracht. Maar dat hadden jullie natuurlijk ook niet anders kunnen doen, want het is natuurlijk vrijwilligerswerk. Ja. Volgende week hebben we weer iets leuks. En ja, ik zou zeggen, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Heren, succes. Doei. Dankjewel. We gaan het terrasje op. Later. Ja. Nou, wat is het geheim achter een goed huwelijk? Goed huwelijk. Nou, ik denk altijd onvoorwaardelijk voor elkaar zijn. Of niet meer? Ja, dat vinden wij sowieso. Ja, zou ik nog meer? Ik denk dat je eerst een aanloop moet hebben in het eerste huwelijk. En dan, dan weet je wat goed en wat fout gaat. En dan kun je daarna het goed doen in het tweede. Dus ja, je moet eerst de eerste keer ervaring opdoen. En dan de tweede keer gaat het goed, denk ik. En wat heeft u nou geleerd van het eerste huwelijk dan? Wat heb ik geleerd van het eerste huwelijk? Nou, in ieder geval dat we nu bijna alle dingen samen delen. En nou, dat we ook bijna alle dingen samen kunnen doen. Dus alle onderwerpen zijn nu bespreekbaar. En dat is wel ja, dat is wel fijn dat het überhaupt kan, maar het lost ook wel een hoop problemen op. En waarom passen jullie nou zo goed bij elkaar? Nou, elkaar zo goed aanvullen en dus veel dingen samen kunnen doen. Ik denk als je dezelfde interesses hebt, dat dat wel heel fijn is. Ja, dan gaat alles beter. En hoe waren de voorbereidingen van dit huwelijk? Ja. U heeft alles gedaan? Nou, ja, wel veel, maar we hebben niet zoveel voorbereid. Nee, wij hebben het dus wel heel anders dat je de eerste keer trouwt of de tweede keer. Of je 21 bent of een stukje ouder. Dus wat dat betreft, allemaal net wel anders. Is het dan ook meteen een stuk ontspannender vandaag? Voor mij wel. Ja, wij gaan lekker met naast de familie een leuk feestje vieren. En ja, verder alleen maar leuk. Hè? Lekker ontspannen. Prima. Want waar gaan jullie nog een feestje vieren? Dat mogen wij niet zeggen, want het is voor iedereen geheim. Maar dat is nog een verrassing voor al deze mensen hier. Niemand weet wat we gaan doen, dus nee, dat zien ze dadelijk pas. Ah, dat is wel leuk. En wat verwachten jullie van de dag hier binnen dadelijk? Hoe denk je dat de sfeer is? Aangegeven niet te formeel, dus het wordt een beetje, nou, niet te strak, een beetje... Lachen en... Tonpraten, denk ik. Ja. We hebben een tonprater als Babs, dus wij gaan ervan uit dat het goed komt. Bent u zenuwachtig vandaag? Ja, een beetje. En hoe, waarom? Waarom bent u dan toch zenuwachtig? Ja, het is toch je dochter. Hè? Ja. En bent u zelf ooit getrouwd geweest? Ja. En wat vindt u dan specialer, het huwelijk van uw dochter of uw eigen huwelijk? Ik denk toch dit huwelijk. Ja, ik beleef het veel meer. Ja, je staat er verder vanaf, is dat het een beetje? Misschien ook wel, ja. Ja. En vandaag, want ik heb gehoord dat er nog een feest is, heeft u ook geen idee waar dat feest is? Nee, weet ik niet. Dat is echt een verrassing voor u. Ik wil het graag weten. Ik wil het graag weten. Ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Nee. Helemaal niet. En nu, dit is uw nieuwe vriendin, heb ik net gehoord. Ja, want u bent dus ook ooit getrouwd geweest. En wat verschilt er nou tussen jullie? Want daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Ik ben ook getrouwd geweest. Ik ben weduwe. En ik ben hartstikke gelukkig met hem. Gaan jullie ook nog ooit trouwen? Nee. Dat is niet nodig? Nee, dat hebben we niet nodig. Hoe beleeft u vandaag de dag? Nou, we hebben er lang naar uitgekeken. En ja, we hopen dat het een hele mooie dag gaat worden. We hebben veel voorbereidingen daarin gedaan. En ja, ze leven er naartoe. Ik hoop dat het een schitterende dag wordt. Ze verdienen het. Ja. En toen, in hoeverre bent u zelf aanwezig geweest bij de voorbereidingen? Nou, we zullen al zeggen, ceremoniemeester. Zo zullen we het wel noemen. Maar vorige week hebben we met z'n allen nog vrijgezellenfeest georganiseerd en zo. Dat was ook super gezellig. En ja, goed, ik wist alles, zullen we maar zeggen. Ik heb met de bruidspaar ja, alles doorgesproken en zo. En ja, was ook heel leuk om te doen. Weet u hoe dat ze ten huwelijk is gevraagd? Ja, absoluut, absoluut. Het is, ze zijn naar België gegaan. Daar zijn ze, heeft Ronald een kasteeltje gehuurd. Daar heeft hij ze ten huwelijk gevraagd, op de knieën. En ja, Jacqueline had dus totaal geen vermoeden daarvan. Had ze niet verwacht. Dat is wel heel romantisch geweest dus. Absoluut, was heel romantisch. En ook heel leuk om terug te kijken, zeggen ze dus. Dus ondanks dat ze nuchter zijn, hebben ze wel echt de klassieke manier van ten huwelijk vragen gehanteerd. Ja, absoluut. Ja. Maar dat had ze ook wel een beetje door laten schemeren dat ze dat hoopte dat ze dat zouden doen. Dus ja, en daar heeft hij gehoor aan gegeven.
Tijdens de maandelijkse koopzondag stonden er ruim 50 kramen verspreid door de stad met leuke koopjes. Zomerse klanken ontbraken die dag niet. Er was volop muziek op verschillende plaatsen in het centrum. Voor de kleintjes stonden er enkele attracties tijdens de Helmond Holiday Markt. We zijn hier bij Café de Vlegel en Café de Kei. Vandaag hebben we weer een optreden van Leftover. Dit doen wij 7 weken op een rij. We hebben die zal iedereen wel bekend zijn, we hebben de Kasteeltuinconcerten. Iedere vrijdag 7 weken op een rij. En we hebben dan zondags hebben we de Kasteellaanconcerten. Ook 7 weken op een rij. Dus het 5 jaar dat wij dit doen. We hebben popmuziek, we hebben country. We hebben een DJ staan, we hebben een singer-songwriter. Ja, met andere woorden, we gaan er vandaag wederom weer een gezellige zondag van maken. Tijdens de zomervakantie zijn er op de woensdagen en de zaterdagen leuke activiteiten in de bibliotheek. We gingen een kijkje nemen bij de spelmiddag met als thema Kikker is jarig. Anne van den Beuken, die de middag in elkaar gezet had en alles presenteerde, wist de kinderen prima te vermaken. Lana, jij bent hier vrijwilligster bij de bibliotheek. Hoe ben je nou terechtgekomen? Ik heb de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang gedaan en dan moest ik 40 uur vrijwilligerswerk doen. Ja, en ik kom vaak in de bibliotheek studeren, huiswerk maken. En het leek me leuk om hier te komen werken en een beetje te ontdekken wat er aan de bibliotheek wordt gedaan. En ja, dat heb ik gedaan. En zij hebben mij gevraagd als hulp voor de vakantie. En dat vond ik helemaal leuk, ja. Ik studeer musical theater aan de Fontes Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ik probeer er altijd wel iets van dans of theater in te doen, omdat het wel mijn ding is, mijn specialiteit om het zo te noemen. Kikker, kikker, kikker is jarig. Kom springen. Kikker is jarig. Kikker is... Jo!
dan vind ik het leuk om ook iets, ja, kleur, laatste kleuren. En ze vinden het al snel, ja, het is gewoon leuk om kinderen te zien kleuren. En het is ook bijvoorbeeld hier heel leuk dat de ouders er vaak bij blijven. Dus dan zie je echt hele gezinnen, zie je kleuren. En de papa's helpen mee en de mama's helpen mee. Ik kijk gewoon een beetje wat bij kinderen aanspreekt. En daar probeer ik een programma omheen te maken. Ja, mijn collega Anne, zij heeft zeg maar, het programma opgesteld. En ja, we hebben zeg maar, een programma voor de hele zomer. En ja, iedere dag dan hebben wij een thema. Bijvoorbeeld vandaag kikker en vorige week hadden wij Frozen. En dan komen gewoon allerlei kinderen en we hebben allerlei activiteiten van zingen, ja, dansen, knutselen. Vandaag hebben we ook speurtocht, heel hartstikke leuk. Ja. Je bent hier in de bibliotheek. De kinderen hebben net een leuke workshop gedaan. Klopt, ja. Hartstikke leuk. Ze hebben tenminste genoten, dus dat is het belangrijkste. En hoe komt hier dan zo bij? Ja, wij komen iedere week in de bieb om boeken te halen en ik zag dat programma. Ik denk, oh, dat vinden ze hartstikke leuk. Ze vinden het leuk om te dansen en te knutselen, dus ik denk, geef me op. En ze is een aanrader hier? Ja, echt absoluut een aanrader. Ja, ja ik zou het zeker doen. Ja. En zijn meerdere workshops? Komt hier vaker? Ja, ik denk wel 3 keer ongeveer. Vooral op de woensdag, want dan, ja, en vooral met zo'n slecht weer. Helaas voor de zomervakantie, maar dan is het ideaal om even naartoe te gaan. Om even lekker bezig te zijn met ze. En wat vind jij zelf nou het leukste aan dit werk? Waarom doe je dit? Ja, eigenlijk, en dat is ook wel meteen het ding wat het lastig maakt, maar ik vind dat ook het leukste eigenlijk dat het altijd anders is. Het is nou ook, hadden we 23 kinderen of zo. En ik heb ook wel eens gehad dat ik 4 kinderen heb. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een groep jongens van 10 heb die dan totaal niet willen dansen. Ik heb ook juist kinderen van 4 die nog een beetje bang zijn en zo. En dat vind ik wel heel leuk dat het altijd anders is. I'm not that chain of little pearls, a little love with you. Head to yourself, darling.
Ik ben in Italië geboren en dan ben ik in Frankrijk opgegroeid. En dan daar heel snel gegaan. Toen ik 23 was, ben ik in Nederland terecht gekomen. Oké, en je zit echt in de muziek. Volgens mij leef jij voor muziek. Ja, ja, ik leef voor en ik leef met muziek. Dat is gewoon mijn baan. Ik heb verschillende projecten. Dutch Music Community, Bianculli Band, Soul Messengers, Italian Gangs. En dan ik werk alleen maar met afgestudeerde mensen. Dus hele goede professionele. Meestal uit de jazz afdeling. Mm-hmm. En dan doen we gewoon hands om en we proberen om de pop en de jazz bij te brengen. En met wat smaak uit Italië. Dat is een perfecte combinatie van Europa. Voilà. Maar spelen jullie dan ook gewoon de echte Italiaanse zeg maar rockklassiekers of hoe moet ik het zeggen? Nou, wij hebben een hele grote repertoire, waarvan ook onze eigen album. Die is binnenkort uit. En wij hebben een hele grote repertoire. Mm-hmm. En we arrangeren altijd al die liedjes. Ook al als wij oude liedjes spelen, we proberen altijd om een nieuw Fries arrangement te brengen. Maar dus vanavond geen Andrea Bocelli? Mijn idee om nooit een setlist te maken. Want je weet nooit wie je tegenkomt. Je weet nooit welke liedje op een moment wel goed aanslaat of niet. Dus wij hebben enorm veel repertoire. En wij improviseren heel veel. So, vanavond, zoals iedere avond, is een soort een verrassing. We weten nooit wat we gaan doen. Dus het is echt een lekkere gevarieerde Italiaanse pizza van muziek. Precies, zoals in de keuken in Italië, daar ga je kijken, oké, we hebben hier pasta, we hebben hier olie, we hebben dit en dan maak je iets van. En de improvisatie ga je altijd de meeste lekkerste eten, maar ook de leukste muziek. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Patrick's Zomerkeuken. Patrick, we zijn vandaag niet alleen. Nee, ik heb mijn maatje en mijn vriendin Monique meegenomen. Hè?
Ja, hallo. Want Monique, jij hebt ook meegedaan aan Masterchef. Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad meegedaan. Hoe ging het bij jou? Ja, bij mij ging het ook nadat Patrick eigenlijk best wel goed. En we zijn al die weken zijn we samen dan naartoe gegaan. En we hadden iedere keer een bepaald doel gesteld. Ja. Van we willen eerst bij de top 10. En ja. Nou, uiteindelijk zijn we dus finalisten geworden. Dus ik ben er wel heel erg trots op. Want jij bent uiteindelijk hoeveelste geworden? Ik ben derde geworden. Ja. Maar jullie zitten nog samen, dus hoe is dat? Ja, er is eigenlijk een hele goede vriendschap uitgekomen. En ja, we hebben eigenlijk wel wat plannen om samen verder te gaan met koken. Kun je er iets meer over vertellen? Nou ja, wij willen een pop-up conceptje doen. Geen pop-up restaurant, maar dat wij op een locatie ergens gaan koken voor een groep mensen. Waar ze zich op kunnen inschrijven en... Ja, dat kan ergens in het land zijn. We zijn nu met een paar leuke stulpjes bezig in Brabant en in Limburg. Want ze heeft zoveel mooie plekken. En dat is eigenlijk waar we nou naartoe willen gaan. Ja, leuk. Ja. Maar vandaag gaan we even iets anders doen, want jij gaat vandaag koken. Ja, ik ga vandaag koken. Ik ga een mooie zomerse salade maken met een Arabisch tintje. Ik ben benieuwd. En Patrick, wat ga jij doen? Ik ga assisteren. Oké. Nou, aan de slag maar weer. Ja, oké. Nou, zeg maar Monique, wat moet ik doen? Nou, in de salade komen gerookte kipreepjes en ik heb een heel mooi stukje gerookte kipfilet. Zou jij daar mooie reepjes van willen snijden? Ja, dan ga ik de kipfilet snijden. Oké. Ik ga de aubergine snijden, die ga ik marineren voordat ik hem ga bakken. En Patrick die gaat de gerookte kipreepjes maken. In reepjes, hè? Dus daar zijn we heel eventjes mee bezig. Kontje snij ik eraf, dat laat ik weg. Snij ongeveer dikke repen van een centimeter. Ik ga ze dadelijk marineren met olijfolie en vadovan kruiden. Vadovan geeft namelijk dat beetje Arabisch gevoel eraan. Lekker. En ik leg ze naast elkaar. Ga ik even de kruiden mengen met de knoflook. Zijn ze zo goed? Of met olijfolie. Oh, nee, doet het niet. Huh? Deze reepjes? Ja, die zijn prima. Ja, want die worden gewoon gegeten. Ik heb een mengseltje gemaakt van olijfolie en vadovan kruiden. Dan moet ik heel eventjes een beetje laten intrekken, zodat die kruiden ook verzadigd zijn door de olijfolie. En dan ga ik de aubergines mee insmeren. Dat mag best rijkelijk. Het is wel een beetje geklieder, maar het is wel heel erg lekker hoor. Dus, en die aubergine die neemt dat helemaal op. Die neemt die olijfolie op en die kruiden die erin zitten. Dus dat wordt gewoon heel erg lekker. Dat geeft net even dat extra aan deze salade. Ondertussen dat de ketel warm wordt, draai ik de schijven allemaal om. En dan marineer ik ze ook aan de andere kant. Deze salade kun je koud eten, maar je kunt hem ook lauw warm eten. Dus alle twee heel erg lekker. Mooie dunne reepjes, hè Monique? Mooie dunne reepjes, Patrick. Ja. Zo, even de aubergines in de pan. En dat kan gewoon zonder olijfolie. Er zit voldoende olijfolie in de aubergines. En op het moment dat je ze zo meteen omdraait, dan doe ik er nog wat extra van de olijfolie op. Ik ga nu het sausje maken voor de salade. En dat maak ik van yoghurt, mayonaise, peper en zout en munt. Vers gehakte munt is heel erg belangrijk dat dat erin zit. Dat is erg lekker. Dat ga ik nu doen. Ik pak 3 eetlepels van deze yoghurt. Dan zit je ongeveer op 50 gram. Nog een klein beetje erbij. En de mayonaise erbij. Ook 50 gram. Dat is eigenlijk een beetje 50-50. Dat ga ik mengen. En van de munt gebruik ik alleen maar de blaadjes. De stengeltjes zijn eigenlijk niet eetbaar. Dat maakt het geheel een beetje bitter. Dus je moet gewoon zorgen dat je mooie blaadjes hebt. Als je de muntblaadjes allemaal een beetje bij elkaar oprolt, en je gaat ze dan snijden, krijg je hele mooie reepjes. Dus deze zijn al heel mooi in reepjes gesneden. Die doe ik erbij. Het mag allemaal. Het gaat niet snel overheersen, dus doe maar lekker erbij. Oh, lekker, al die munt, hè. Draai er ook een beetje peper en zout bij.
eventjes proeven of het lekker is. Ik wil ook even proeven. Heerlijk. Er zou nog een beetje zout bij mogen, hè? Ja, een beetje zout. Hier, deze kruid is hierbij. Fijner. Ja. Maar het is lekker wel. Nou, dit is ook eigenlijk meteen het hele moeilijke van deze salade, is dat het zo even gaar moet worden. Ja. Dus we moeten ze heel eventjes een beetje laten afkoelen, maar we kunnen wel ondertussen de salade al... staat hij al uit? Ja, hij staat al uit. Ik heb hem al uitgezet. Wat misschien ook leuk is, ik heb nog wat pijnboompitjes. En die kunnen we misschien dadelijk over de salade gooien. Die zijn lekker geroosterd. Ja, superleuk eventjes idee. En dan eroverheen. Ja, leuk. Ja, ja, is goed. De nootjes zijn klaar, Monique. Oké, nou dan kunnen we de borden in principe opmaken. Ja, heb ik maak de salade maar helemaal op, want het is natuurlijk toch wel een zomerse maaltijdsalade. Dus er mag best veel op? Er mag best veel op, ja. Oké. Dan leggen we hier zo de aubergines erbij. Tegenaan, oh, het begint er al mooi uit te zien. Ja, als jij misschien ook bij de laatste dat nog wil... Dat is goed. Het is echt zo'n lekkere, eenvoudige salade eigenlijk. Pijnboompitjes. En dan leg ik er nog een toefje munt overheen. Zou jij daar nog wat olie eroverheen willen sprenkelen? Ja, ik heb hier nog mooie olie. Dan hebben we... Of Leontine. Het ziet er heerlijk uit en het ruikt vooal ook zo lekker. Lekker, hè? Dat is die van. Dit is nog een beetje van die muntsaus, die kun je erbij gebruiken. Hoe vonden jullie het? Ja, hartstikke leuk. Het voelt als gewoon, hè? Ja, ja, inderdaad. Samen in die keuken staan. We hebben helaas niet zo heel erg vaak samen gekookt. Als duo. Echt, als duo. Nee. Maar het gaat ons prima af, toch? Ja. Monique, kom je nog een keertje terug? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Als ik van Patrick mag. Ik zou zeggen, voor de week. Ja, dat is goed. Nou, oké. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja? Hij is een beetje pittig. Pittig? Mm-hmm. Mm. Dit was alles over Helmond, de zomereditie vanuit de kasteeltuin. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, hopelijk met iets meer zon. Mocht je nog tips hebben, stuur deze dan naar redactie@allesoverhelmond.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.